Uit onderzoek blijkt dat 13% van de kalfjes op Nederlandse boerderijen om het leven komt voor ze 1 jaar oud zijn. Dit meldt de Gezondheidsdienst voor Dieren. Volgens hen komt dit doordat ze na hun geboorte snel worden weggehaald bij hun moeder. Boer Jan Wesseling denkt hier anders over. Het is niet meer zo dat als je eenmaal geboren bent, dan kan je ziek worden. Dan kan je ook doodgaan. En dat er nu weer een hets is ontstaan door zo'n club. Het is eigenlijk heel simpel. Als je de sport niet beoefent, moet je ook niet met de spelregels bemoeien. Willen ze het beter weten, mag van mij, ga dan ook een jaar boer spelen en dan weet je precies wat er aan de hand is. Maar dat doen ze niet. Ze willen jou dus wel vertellen hoe het moet, maar doe het dan ook eens volgens. Als een kalfje doodgaat, zorgt dat ook voor problemen. Een boer verwaarloost zijn dieren niet, volgens Wesseling. Nu we het hier over dierwelzijn hebben, er is geen boer die op een gegeven moment dieren wil verwaarlozen. Want als een dier sterft, dat is heel eenvoudig, dan wordt het dier weggehaald. Maar dat kost hem gewoon een hele hoop geld. Als je dat kalf dus 14 dagen, 3 weken bij de moeder zou laten lopen, stel dat dat technisch mogelijk zou zijn, is natuurlijk wel te doen op een gegeven moment. Maar als ik dus in mijn stal de kalf er los laat lopen, bij welke moeder hoort hij? Heeft het kalf gedronken, heeft het niet gedronken? Nou, dat is hard niet te doen. Als dat kalf dan op dat moment weggaat, dan is de moeder het kind kwijt. Nou, dan loopt de moeder een week te brullen. Nou, daar is de buurt nogal erg van gesjameerd hoor, dat kan ik je wel vertellen. Het kalf heeft het beste zoals hier in zijn hokje. Pas geboren, lekker dicht in stro, lampje erboven, lekker warm, wat wil je nog meer? Optimale verzorging. Jouw commentaar op die petitie die nu gestart is dan? Onzin. Als die mensen het zo goed weten, kom hier een jaartje, ga ik lekker een jaartje op vakantie, ga ik ook een beetje backpacken. En dan weten ze precies hoe het spelletje gespeeld wordt.